Yo kijkers van Geniale Vrienden. Ik ben Bas. Ik ben Tico. En wat we vandaag gaan doen, jullie hebben het misschien al aan de titel gezien. Ik heb mijn allereerste auto. Voor als je het nog niet wist, ik ben 5 december 18 geworden. Dat vieren we niet zomaar, want ik heb namelijk een motherfucking auto. Lekker. Fucking sick in ieder geval. Ik ben er super blij mee. Mag ik dan met zo'n auto natuurlijk. Het is in ieder geval wel winter, dus het is een beetje koud met dak open. Ik vond het in ieder geval vet uitzien om het dak open te houden. Tico is er ook bij. En waarom is Tico er nou bij? Omdat Tico veel vaker mee gaat doen aan onze filmpjes. Ik hoop dat jullie dat super leuk gaan vinden. Volg hem sowieso even op Instagram. Staat hier beneden onder hem. Staat ook in de beschrijving. Ben je nou op je mobiel, dan kan je daarop klikken. Laten we wat zieke shots gaan maken. Ik heb ook wat zieke shots opgenomen de vorige avond met Roy en een buurjongetje van mij. Dus die gaan jullie ook zien. Ook even een dikke shout-out naar My Hilt Club. We staan hier op het terrein van My Hilt Club. En daar mogen we gewoon staan. Ik check jullie straks. Yes. Zo, we zitten nu in de auto en ik hoop dat jullie het een beetje vet vinden. We hebben net even wat shots buiten gemaakt. Het is ook ondertussen al donker zoals jullie zien. Dat is wel een nadeel natuurlijk, dat het zo snel donker wordt in de winter. En natuurlijk dat je niet met open dak kan rijden, maar wij rijden hier gewoon zelf met open dak. Dat doen we gewoon allemaal. Ja, dit is wat ik zie zeg maar als ik hier rondjes aan het rijden ben. Kijk hier bij die plas, waar ik net doorheen scheurde. Hoppakee, ja, je ziet het heel slecht omdat het dikke donker is. Yes. Nou, dan kan ik ook wel nog wat van de binnenkant uitzien natuurlijk. Hier hebben we het paneel. Met de toeter. Oh, mag dit natuurlijk niet, ik krijg een boete voor. En hier ook, versnellingspook. Kachel. Super lekker warm. Maar heeft natuurlijk niet zo heel veel nut als het dak open staat. En wat ik ook het vetste vind. Is ja toch wel niet. Die bult en die spoiler. Even de licht erbij pakken. Kijk, hier zit Tico. En wat ik echt wel vet vind is die bult ofzo. Ja, je ziet het nu weer, dat is wel jammer. Je ziet het slecht, maar. En natuurlijk die spoiler. Yeah. Super vet. We hebben net de auto met open dak gezien. Dit is een met dichte dak. En wat ook super vet is, is. Nou, ik ga het niet eens vertellen, loop maar mee. Is dit, als dit niet GTA-stijl is. Dit jaar, zodat jullie weer zien. Kijk, als ik hem op de handrem zit, kom mee, kijk hoe het vet is. Kijk, ik doe hem op de handrem en deze gaat open en ik klik op het knopje. Check it out. Maar jullie denken natuurlijk, er staat nog wat open, zoals je ziet. Maar... Vonden jullie deze video nou leuk? Klik dan op het blauwe duimpje. Vergeet
Vergeet zeker ook even niet Fico op Instagram te volgen. En vergeet zeker ook niet mij op Instagram te volgen. Ik hoop dat jullie mijn auto super vet vinden. En ga zeker ook super vette video's met de auto natuurlijk komen. En er zal Fico waarschijnlijk ook wel bij zijn natuurlijk. Pas wel. Bijvoorbeeld met een longboard achter de auto. Zal het goed gaan? Jullie gaan het allemaal zien. Yes. Heel veel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Rustig.